Deze nieuwsuitzending die gaat over geschiedenis. Ja, je zou eigenlijk de hele geschiedenis in één keer moeten bespreken. Om, nee, ik zal even geen grapjes maken. Nee, ik pak er een paar uit. En dat zijn dan John F. Kennedy en Abraham Lincoln en andere vermoorde Amerikaanse presidenten. Want John F. Kennedy is vermoord. En Abraham Lincoln ook. Nou, te beginnen bij de laatste. Hij is doodgeschoten in 1865. En daar weet ik vrij veel van. Ja, door op het internet te luisteren naar Bill Hughes. Ga ik toch even kijken wat hieronder staat. Zie je wat, Perry? Je hebt helemaal niet voorbereid. Nee, precies. Ik had vroeger, ik kan hem niet. Oh, wacht even. Ga je even controleren. Oh, moet ik hier naartoe? Daar staat hij. Ja, precies. Even kijken. Ja. Zo. Staat Bill Hughes erbij? Oh, die staat erbij. Bill Hughes, Behind the Door. De tweede link. Daar vind je veel info over wat ik nu vertel. En hij doet het in het Engels. Met alle bronnen erbij. You believe me, dat is heel zorgvuldig. Bill Hughes is een pastor. Een christen. Ik weet niet precies wat zijn achtergrond is. Maar dat boek, dat is ook iets van... is het Behind... Nee, het is een serie. Ja, kijk hem even. Abraham Lincoln... die is opgetreden als advocaat... voor Charles Quinnequi. En toen ze klaar waren met die rechtszaak... Toen kwamen ze samen naar buiten en Charles Quinnequi was vrijgesproken. En die zat te huilen. En Abraham Lincoln zo van, we zitten hier nou te huilen. We hebben net gewonnen. Charles Quinnequi was aangeklaagd voor kindermisbruik, seksueel kindermisbruik. Dat was niet waar. Ja, zei Charles Quinnequi tegen Abraham Lincoln. Heb je gezien dat er een aantal jezuïeten in de zaal staat? En wat deden die daar? Jij bent het bokje, zo dadelijk. Nou, er zijn er inderdaad meerdere moordaanslagen op hem gepoogd te plegen. En uiteindelijk, ja, de laatste moordaanslag, ja, die lukt dan, hè. Ja, dan is iemand dood, heeft het gezin meer om nog een moordaanslag te plegen. Maar kortom, ze hebben net zoveel moordaanslagen gepleegd totdat hij eindelijk dood was. Abraham Lincoln. En die mensen die erachter zaten, die samenzwering, dat was een groep van 5 mensen. 5 actievelingen en op de achtergrond natuurlijk. Touwtjestrekkers, poppenspelers. Dat was de Rooms-Katholieke Kerk. De Romeins-Katholieke Kerk. Of het Heilige Romeinse Rijk. Moet ik zeggen. Babylon is ook goed. Ja, die heeft de Amerikaanse president voor zijn kop laten schieten. Door meneer John Wilkes Booth. En een van die 5 die heeft weten te ontsnappen. Jean-Paul Sorat. Die hebben ze weggevoerd via Canada, via een spoor van kloosters, van klooster naar klooster. En toen dat boot, toen kreeg hij een baantje bij de pauselijke garde. Uiteindelijk heeft Amerika hem te pakken gekregen. Is hij naar Amerika gebracht om veroordeeld te worden.
Maar ja, hij is toen vrijgesproken. Dat is merkwaardig. Die moordenaar is vrijgesproken. Ja, een van die samensweerders. De moordenaar, dat was John Wilkes Booth. Ja, die is doodgeschoten. Maar John Poster was. Dat was een van de samensweerders. En die is vrijgesproken. Merkwaardig. De verklaring daarvoor is dat het Hoge Rechtshof, of de rechters die de zaak ter harte hadden genomen, dat die ingefluisterd was van deze manier vrijspreken. Er is iemand in Amerika geweest en die heeft gezegd, want in dit land is een macht zo gewelddadig, zo machtig, dat niemand er anders dan fluisterend over durft te spreken. Below your voice, fluisteren. Ja, die katholieken zijn een groot probleem. En dat Abraham Lincoln als advocaat de vrijspraak heeft doorgevoerd van Charles Chiniquy, die onschuldig was. Dat is denk ik één van de redenen, maar niet de enige. Abraham Lincoln stond niet onder invloed van de paus. En dat op zo'n machtige positie, ja, dat kunnen we niet hebben. En dan word je maar doodgeschoten. Mooie boel is dat. Onbegrijpelijk. Dat dat niet op school wordt verteld, hoe het in elkaar zit. Dat in Amerika in de 19e eeuw een president wordt doodgeschoten. En de mensen die dat gedaan hebben. Ja, John Wilkes Booth, die is doodgeschoten, de moordenaar, die is doodgeschoten in hetzelfde theater. Ik heb ook ergens gelezen dat ze iemand anders hebben doodgeschoten. Dat de schutter zelf ontsnapt is, maar... Dat weet ik niet. Nou, drie zijn er opgehangen. Ja, en de vijfde die is ontsnapt. Dat was Jean-Paul Sarat. De diplomatieke betrekkingen tussen Amerika en het Vaticaan zijn toen verbroken. Want men had in de gaten dat Jean-Paul Sarat een baantje had gekregen bij de paus en hebben ze tegen die paus gezegd, kom op met die gozer. En in eerste instantie ging dat niet door. En in 1984 heeft Ronald Reagan, die heeft de diplomatieke banden met het Vaticaanstad weer hersteld. En nou is de paus weer gewoon de baas in Engeland. Ah, Amerika. In Engeland trouwens. De Big Boss. En John F. Kennedy, dat was ook zo'n verhaal. John F. Kennedy kwam uit een katholieke familie. Even voor de mensen die het niet weten. John F. Kennedy is doodgeschoten in 1963. Hij was een katholieke telg van een katholieke familie.
En een aantal dingen die hij gedaan heeft, die waren opmerkelijk. Namelijk dat hij een eigen Amerikaanse munt wilde. En niet die leenmunt van de federale reserve. Wat een private company is. De Federal Reserve die leent geld aan Amerika, aan de Amerikaanse overheid. En daar verdienen ze heel veel geld mee. Zoiets als met een bail-out van die banken. 2008. Ja, er is heel veel geld aan verdiend. Dus de overheid die steekt een land in de schulden. En dan moet de btw omhoog en de loonbelasting omhoog. En al die gegarandeerde instanties die je had, zoals de dakloze opvang. Ja, dat moet dan maar wat kariger. Kan dat niet met vrijwilligers. Ja, dat is de katholieke kerk. Ze zijn geen leuke jongens. Nooit geweest. Ja, en John F. Kennedy wilde ophouden met geld te lenen van de federale reservebank. En waarom ook wel? Je kan toch je eigen geld drukken, als dat nou. Wat je als overheid doet, om het probleem even toe te lichten. Maar er is dan vanuit de goede gemeente een wens tot een project. Een brug of zo. Nou, dan kan de overheid zeggen, nou, wij leggen 500 op tafel, 500 iets of zo. En hoe komen ze eraan? Nou, gewoon even bellen met de drukker. En dan druk maar 500 briefjes. Krijg je van die onvervalsbare briefjes. En die geef je dan als overheid aan zo'n projectontwikkelaar van Hiepje de Poen, dan ga je gang maken. En de overheid brengt daarmee geld in omloop. En dat veroorzaakt inflatie. Maar als die brug in kwestie, als dat echt een goede brug is, niet in de zin dat die dan niet in elkaar valt, maar dat die brug zin heeft, ja, dan krijg je activiteit en warmte. Gaan mensen van de ene kant naar de andere kant. En mensen gaan van de andere kant naar de ene kant. En zeggen ze onderweg, hallo. Je maakt een snelweg, vierbaans. Hier in Nederland worden dat soort dingen betaald uit de wegenbelasting. Maar hele grote projecten, ik weet niet daarmee zit. Maar ze krijgen vrijwel wegenbelasting binnen. Ik weet niet hoeveel auto's hier over de weg. En een beetje wegenbelasting is al gauw. Een paar tientjes per maand. Een paar honderd per maand. Dan komt er denk ik wel zo 500 miljoen per maand. Komt er binnen aan wegenbelasting. Maar goed, als je dat niet wil. Zo'n overheid kan het ook doen. Als die overheid wil de poen op tafel voor zo'n project. Dan kan de wegenbelasting omlaag. Kijk, het geld kan een overheid zelf drukken. En levert inflatie op. Je brengt meer geld in omloop. Terwijl de productie in eerste instantie hetzelfde blijft. Maar als die brug goed geplaatst is en zo, dan neemt de productie weer toe. Dan krijg je meer producten. Dus je hebt eerst meer geld en dan heb je dezelfde hoeveelheid producten. Dus dan worden de producten duurder. Maar door die verbetering, die infrastructurele verbetering, neemt de productie toe. En dan is er weer net zoveel productie of nog meer dan de hoeveelheid geld.
En in dat laatste geval krijg je... Dan krijg je een deflatie. Maakt ook niet uit. Kijk, zo'n brug moet betaald worden. En de overheid kan dan in ampel beraad besluiten om te zeggen... Kom op, we bellen Johan Enschede. En ze weten, die drukker hier in Nederland. En vragen hem even om een pallet met honderdjes. Die mooie pakketjes van 30 of zo. Nee, 50. Denk ik. Zo'n dingetje eromheen. Zo'n bandje. Dus zo duur is dat niet. Nou, en die contanten, daar kan die brug van gebouwd worden. Zo werkt het nu. Ik vind het archaïs hoor. Dat hele geldsysteem mag je wat mij betreft afschaffen. Is niet langer nodig. We hebben tegenwoordig computers. Dus ergens op IJsland, daar moet een server komen te staan. Of waar dan ook maar. Bij een hele betrouwbare maatschappij. En dan heb je nog wat backup servers. Bij een andere hele betrouwbare maatschappij. En dan nog een backup server. Bij ook een hele betrouwbare maatschappij. Dan heb je er 3. Voor het geval dat. En die servers die zijn alleen maar voor het centrale beheer. En lokaal heb je lokale servers. En zoals de centrale server in IJsland, als die uit elkaar ploft. Ja, dan kan Jan nog steeds een betaling doen aan Piet. En Jan woont in Westervoort en Piet die woont op Texel. Dat is geen enkel probleem. Het staat onder de Nederlandse server. En de Nederlandse server, die kan je over je opbouwen uit een Gelderse server, een Overijsselse server. Als in Friesland de server kapot gaat, dan draait Overijssel gewoon door. Hoor. Hebben die fries in het virus verkloot? Nou, dat kan natuurlijk niet, want zo'n ding gaat niet kapot. Dat wordt de toekomst. En de toekomst wordt niet dat je het contante geld afschaft. Want dat moet je niet doen. Want dat is onhandig. En wat je nu hebt met pinautomaten, dat kan blijven. Dat is geen enkel probleem. Sterker nog, ik denk niet eens dat je daar een pinautomaat voor nodig hebt. En je gaat op internet, je logt in op je eigen account. En dan vraag je om een briefje van, zeg maar, handig voor me. Of je bestelt wat munten. Ja, waarom niet? Moet het leuk zijn. Als je kind, die wil een ijsje gaan kopen. En dan geef je het kind een muntje. Zeg, hier heb je een muntje, ga een ijsje kopen. Ja. Een kind is jarig. Ja. Dan heb je op internet heb je dan gezegd, nou, ik wil even een briefje, dus geld. Van zoveel. Dan kies je een dessin uit. Je moet een leuk vergezicht van Vermeer. Zeg het maar. Iedere Jan Lul mag een design aanbieden. Er staat duidelijk op hoeveel het is. En voor de rest zitten er allemaal pliepjes in. Net als QR-codes. En die worden gescand door de computer. Pliep, dat is 20. En die worden herkend. En ieder briefje heeft natuurlijk een eigen nummer. Ja, maar als dan zo'n briefje dan 2 keer wordt uitgegeven... Nou, dat kan.
En dan ga je naar de bar en leg je zo'n briefje neer. En dan bestel je 10 bier of zo. Krijg je 2 euro, krijg je terug. Ja, en die barman die houdt dat briefje achter de hand. Dan kan hij het zelf uitgeven in de schoenenwinkel. Of hij stopt hem door de papierversnipperaar. En daar zit een scanner op. Tjoep. Klopt het dat dit briefje zoveel is? Ja, dan wordt hij vernietigd. Dan is het bijgeboekt op de rekening van de bar. Zo simpel is het. En muntjes, die blijven. Muntjes blijven ook. Hartstikke handig. Zeker met kinderen. Kunnen ze leren sparen. Mensen kunnen munten gaan verzamelen. Dan kan je je munt daar naartoe brengen, je munten naartoe brengen in een zakje. Dan wordt even uitgeteld. En bliep, via de computer. Bliep. Wordt je saldo bijgeboekt. Geen betaling meer. Heb je je munt ingeleverd? Kan bij iedereen doen. Munten zijn nodig. Ik heb een vriendin gehad en die. Dat is wel grappig. En die. Die had een. Als ze dan in de supermarkt stond, hè, dan wilden ze nooit muntjes erbij leggen. En, dat is €20,15. Ja. En dan gaf ze €25. 25 gulden was het nog niet. Hè. Dan gaf ze gewoon 25 gulden. Waarom doe je dan niet 25 gulden met 15 cent? Eerst zei ze, dat durf ik niet. Dan voel ik me zo verlulsteld. Dat is ook niet zo fijn. Ah, muntjes circuleren. Ik zei tegen haar, ja, flikker al die muntjes. Want er zat een hele hoeveelheid muntjes altijd in de portemonnee. Dan gooi je het dan in een glazen pot, hè. Een grote glazen pot met een kurk ding zit erop. Nou, na een tijdje zat het ding behoorlijk vol. Dus, wij naar de bank. Nou, 1,5 kilo munten of zo. Nou, munten kan je kwijt aan iedereen. Kan je aan de bank, ja, aan de Rabobank kon naartoe. Kost je ook. Maar een muntenhandelaar, waarom niet? Breng het naar zijn man toe. En die man die heeft dan van die adresjes. Want ja, als ze me in de supermarkt, al die mensen, net als die vriendin van mij, met briefjes betalen, dan moet je allemaal van die kleine muntjes teruggeven. En dan ben je door je muntjes heen. In de supermarkt is het altijd zo, hè? Als je dat zegt, dan is het €8,45. Je zegt, maar wil je er 45 cent bij? Dan zeggen ze, oh graag. Ook gehad dat ik was iets van €2,95 en dat ik tegen die kassier zei, ja, ik wil even mijn muntjes af. Ik ga even tellen hoor. En dan uittellen, 20, 40, 50, 70, 80, 90. Oh, hier is nog 5 cent. Ja, klaar. Hup, alle muntjes weg. En valse munterij. De kool is dat sop niet waard. Dat was de toekomst. En John F. Kennedy wilde dan een eigen munt gaan beginnen. Ben ik het dus. Ja, tot op zekere hoogte ben ik het met hem eens. Namelijk dat Amerika verantwoordelijk is voor zijn eigen geldsysteem. En dat je niet het geldsysteem in handen moet doen in een bij een private organisatie. Want wij zijn de perfecte geldbeheerders. Hoezo moet je geld lenen? Geld betekent niets meer dan geloof. Formeel geloof. Ja, zo'n filosoof was meneer Kennedy niet.
Die was meer aan het neuken met Merren in Monroe. En een beetje de katholieke joker uithangen. Hij klinkt een beetje venijnig, maar dat komt omdat ik jaloers ben op zijn hairdo. Die hij toen had. Ik denk, jeetje, wat een mooi haar. En dan krijg ik ook een beetje een vrouwelijke jaloeziegevoelens, hoor. Nee, het is jammer dat hij doodgeschoten is. Je moet er geen grapjes over maken. Had die man niet verdiend. Maar dat trucje met het geldsysteem van hem, wat hij kon doen, hoor. Er was genoeg goud. Er was genoeg weelde binnen de government. Voldoende assets. Nou, dat kan je omzetten in briefjes. En dan kunnen er infrastructurele projecten gestart worden. In plaats van dat je je blauw moet betalen aan rente. Aan de Federal Reserve. Want daar word je niet blij van. Want die jokers die schroeven zomaar de rente op. Gaan ze in een achterkamertje zitten overleggen. Dat is helemaal geen samenzwering hoor. Nee, helemaal niet. Dan gaan ze in een achterkamertje zitten overleggen met z'n allen. Zeggen we, nou, wat zullen we doen? 3%? 3,5%? Wat vind jij, Bert? Nou, ik ben meer van 4,5%. Nee, maar Bert, dat is een hoge... Ja, dat is wel een hele grote stap. En hoe gaan we dat dan doorleven? Nou, ik dacht zelf weer... Blablabla. En dan werd het 3,75%. Hoppakee. En dan ga je bloeden. Alleen naar die Pasken. Ah, die gozer wel niet op zijn geweten heeft. Of die gozerij, moet ik zeggen. Dat is het tuig van de wereld. Wim T. Schippers, die heeft zo'n mooi gedicht van... Hoe moet dat heen? Waar zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Maar waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Daar haal ik op een paar. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Nou, die komt van één bepaalde groep. Er zijn niet eens zoveel mensen. Totaal, dus de harde kern. Dus een paar miljoen. Dan heb je nog zo'n ringetje eromheen van mensen die het wel weten, maar die willen het er niet over hebben. En heb je mensen daar weer buiten. En die weten wel dat er mensen zijn die ervan weten die het er niet over willen hebben. Dus zij willen het er ook niet over hebben. En dan krijg je daaromheen nog een ring van mensen die niet weten dat er iets is waar je het niet over gaat hebben. Dat zijn allemaal Teletubbies in La La Land. En die doen een geel vestje aan en die zeggen, ik ben het er niet mee eens. Het gaat al jaren zo. Ja. Het is een hele leuke mop. Wie was dat nou? De Amerikaanse stand-up comedian. Anyway, die mop gaat als volgt. Dat iedere verkozen Amerikaanse president... Die krijgt na zijn verkiezingen, dan moet hij zeggen van, I take an oath of zo, oath to office. Heel groot feest. Dan heb je een nieuwe clown in het Witte Huis. En dan is de hele ceremonie is voorbij, en allemaal lekker gegeten, en een beetje cognacje en een koffietje en zo. En dan gaan we even naar de filmzaal. En dan wordt... Zo'n Amerikaanse president een film laten zien van de moord op John F. Kennedy. Het echte filmmateriaal. De real stuff. Want die hebben ze. Laten we eerlijk zijn. Die hebben ze. Als ik zoiets laat plegen. De moord op John F. Kennedy. Die moord op Abraham Lincoln was vrij simpel. Abraham Lincoln had helemaal geen bodyguards. Die ging naar het theater. Die ging kijken naar Romeo en Julia of zo. Voor een of andere operette van Strauss. En die zit in zo'n box.
Een beetje zulke. Die show, dat doe nou. En dan komt er iemand binnen en die weet precies waar die zit. En die loopt erin en doet zo'n gun. Klaar. En wordt zelf doodgeschoten. De bedoeling was denk ik dat hij weg zou lopen. Hij zou ontsnappen. Maar dan nog. Maar met John F. Kennedy was het een stuk moeilijker. Zo'n motorcade eromheen. Een bewegend object. Dat is echt lastig hoor. En dat moet in één keer goed, hè. Want anders dan... Dan maken ze het helemaal erger. Ja, als je een leeuw wil aanvallen... Moet je hem in één keer vermoorden. Niet half daarnaast, dan pakt hij jou. Die moord op John F. Kennedy was een grote operatie. Kan niet anders. En dat hebben ze op film gezet. Maar terug naar die mop. Dus, dan krijgt de nieuwe Amerikaanse president, die krijgt dan het eigenlijke materiaal te zien. En die is dan helemaal stom verbaasd. Wat? Was het Lee Harvey Oswald niet? En die ziet dan al, weet ik veel. Misschien hebben ze wel opnames gemaakt van de vergaderingen. Die er ook bij zitten. We zetten dit even op film. Ze schamen zich nergens voor, hoor. Altijd leuk voor het nageslacht. En zo'n opname. En dan wordt er tegen zo'n president gezegd van... Kijk. En alles wat je gaat doen... Doe dat vooral in overleg met ons. Geen eigenwijze dingen doen zoals John F. Kennedy. Ja. En het andere was dat hij... Had zoiets met... Wat hebben wij met Israël? Snap ik ook niet, hoor. Ik snap echt niet wat Amerika heeft met Israël. Het is al tientallen jaren zo, maar waarom? Wat heeft Amerika nou te maken met Israël? Waarom niet met Irak? Of Libië of zo? Waarom specifiek Israël? Snap jij het? Ja, ik niet, hoor. Je flauw met Nou, dat vond John F. Kennedy ook. En ook was het een gebruik dat de kerstmis, een heidensfeest van de katholieken. Katholieken zijn heiden. Een heidensfeest. Dat dan kardinaal Spelman, dat die naar het Witte Huis zou komen om daar klink-klank-klonk-klonk te doen. Toen heeft John F. Kennedy gezegd van, die gozer wil ik hier niet over de vloer. Heeft kardinaal Spelman de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Qua misvoering dan. Spelman graag het willen komen om te vragen waarom dan niet. Dat hij wel had binnengemogen, schat ik. Het ging om het vieren van de mis. Dat zou meneer Spelman even gaan doen. En ook om de geschiedenis een beetje bij te spijkeren. Daar hebben jullie erg gebrek aan. De Vietnamoorlog is begonnen in 1955. Die films die je ziet. Van Apocalypse Now. Full Metal Jacket. Die is wel erg leuk. Die is van Stanley Kubrick. Apocalypse Now is ook best een mooie film. Geweldig geacteerd. Charlie Sheen. Die... Zo. En natuurlijk Marlon Brando. Nou, dan denk je dat je alles gehad hebt. Als je die film nooit hebt gezien, dan moet je hem gaan kijken. Kan je altijd nog zeggen, de Vietnamoorlog heeft nog wat moois opgeleverd. Namelijk een mooie film. Die film van Coppola, Francis Ford Coppola, is gebaseerd op een boek uit de 19e eeuw van
lalalalala, dat weet ik even niet meer. Ik heb het gelezen in het Engels. Into the Heart of Darkness. Ja, dat is wel leuk. Maar die katholieken, die zaten erachter. Kardinaal Spelman, toen die oorlog begon in 1955, toen werd het al snel Spelly's War genoemd. De oorlog van kardinaal Spelman. Kardinaal Spelman heeft de Vietnamoorlog gestart. Met dat drama in de jaren 70. 20 jaar later, wat was dat? Wat een soep zo. En John F. Kennedy had geen zin in die homo. Flikker op. Al het geld wat we nodig hebben voor het goede van het land, dat moet ik lenen. Van de familie Walburg of Warburg? Hoezo? Ik maak mijn eigen geld wel. Hoppakee, wacht ermee. Ja, is droevig. Droevig maar helaas. Had hij maar geen president moeten worden. Had hij maar beter moeten weten. Dan had hij zo'n fout niet begaan. Die mensen van die wereldorde, die zijn erg gevaarlijk, hoor. Ze maken je af. En dat komt nu naar boven. In het besef van de mensen. Want wij hebben één gemeenschappelijke vijand. En een gemeenschappelijke vijand, dat verbindt. En niet al die dingen van, oh, we moeten bang zijn voor de klimaatverandering, of de poolverschuiving, of de... Nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. De laatste berichten van Zandvoort. Is dat de zeespiegel daar nog niet gestegen is. Niets in de laatste jaren. Ja, er kan een soort tsunami aankomen van 10 meter hoog. Ik ben wel een keer in Zeeland geweest. Jaren terug. En het was in de winter. En het was noordwestenwind. Duchtig hoor. Daar waren we aan de dijk. Dat was een hele steile trap omhoog. Heel uit omhoog. Echt meters omhoog. En ik steek mijn hoofd boven die dijk uit. En in één keer klap krijg ik zo die wind in mijn gezichten. Ik viel bijna achterover me. Maar wat ik nog angstaanjagender vond, was dat ik recht tegen de zeespiegel aankeek. Ja, hoor, een stukje erboven. Maar niet veel. Maar er is toen niks gebeurd. En het waaide toen heel hard. Nee, ik denk niet dat je het deltaplan nu gelijk moet gaan verbeteren. Omdat de zeespiegel 5 meter gaat stijgen. Ik zou het niet doen. Dat is de moeite niet waard. Nee, je moet bang zijn voor die katholieke paus. De gedachte die erachter zit. En al die mensen die ermee te maken hebben. En niet iedereen weet dat hij werkt voor de katholieke kerk. Er is ook een grote groep mensen die zeggen, nou, het zal allemaal wel, maar ik ga lekker mijn eigen gang.
jagers en individualisten. Die geven niet om de maatschappij. Die kunnen heel rijk worden in een solipsistische bestaan. Ja, dan gaan ze dood. Ja, aan dat kapitaal, dat verdwijnt naar de paus. Dus dat maakt de paus niet uit. Als jij een eenzameling wil zijn die stinkend rijk wordt en van boerderijen vergaart en Bentley's en Maserati's en renpaarden. Als je doodgaat, dan krijgt de paus die krijgt alles. Tenzij je kinderen hebt, dan krijgt de paus die krijgt een deel. Erfenisbelasting. Schande. Wij accepteren dat. Wij vinden dat normaal. Maar dat is het niet. Misschien is het antwoord wel dat je een website moet hebben met www.belastingontduiking.stommerik. Een of ander geheim domein, wat iedereen weet. En daar staan de regels op. Op Facebook, een beetje linkje, social media. Hoe ontduik je de belasting? Begin maar met tabak te verbouwen, zou ik zeggen. Groeit goed hoor, hier in Nederland. En het mag. Je mag tabak verbouwen als je het maar niet weggeeft. Moet je tabaksdieven hebben. Heb je zo'n... Nou, laten we even een beetje vrolijk doen. Hè? Dan zie je het een beetje zonnig. Ik heb hier een balkon op het oosten en een balkon op het westen. Dat is niet ideaal. En je hebt een balkon op het zuidwesten. Of zuid-zuidwesten, nog beter. Nou, op het zuiden in ieder geval. Nou, dan moet je van die grote potten hebben van de intratuin. Lekker goedkope grote potten, vol plempen met lenzen, potgrond, wat andere humus, meuk, compost, aarde. En daar laat je het tabak heen groeien. Gaat prima hoor. Moet je opkweken achter glas. Die kleine bakjes. Ik heb zo'n tabakzaad gehad van een vriend van mij. Maar die moet je niet in zijn geheel in de grond stoppen. Die moet je openmaken. Er zitten allemaal kleine zaadjes in. En die moet je één voor één. En dan maar kijken wat erop komt. Hè. En dat wat groeit, dat moet je dan goed gaan verzorgen. Als het een beetje stevig geworden is, dan gaat het in de grote pot. Krijg je een joekel van een plant. Een tabaksplant gaat boven de 2 meter. Nou, en als die hoog genoeg is, dan chop. En dan komt dus iemand langs en die zegt van, hey, je hebt een tabaksplant, maar die mag je niet weggeven. En dan komt hij vervolgens weer langs, hè, zo'n ambtenaar. Hey. Maar waar is die tabaksplant? Die is afgesneden. En dan zeg je, ja, die is gestolen. Door het tabaksdief. Oh, heeft u een signalement? Nee. Ik was op donderdagavond naar de film gegaan. En het was die ene film. En wilt u dat ook weten? Nee, dat hoef ik niet te weten. Nou goed, ik was naar de film geweest.
En daarna ben ik naar de kroeg geweest. Wilt u ook weten welke kroeg? Nee, dat hoef ik ook niet te weten. Nou, ben ik naar de film geweest, ben ik naar de kroeg geweest. Toen ben ik met een vrouw mee naar huis gegaan. Wilt u weten hoe ze heet? Nee, dat hoef ik ook niet te weten. Nou, en de volgende ochtend kwam ik weer thuis. En toen was hij afgesneden. Hij was gestolen. Ja, maar er zijn geen inbraaksporen. Ja. Dat snap ik ook. Misschien is de dief wel via de balkons omhoog geklommen. Misschien dat de benedenburen er meer van weten. Nou, de benedenburen weten er natuurlijk helemaal niks van. Want jij hebt die tabaksplant met zo'n boomzaag, met zo'n ding, tuinzaag. Heb je meegegeven aan je vriend en die heeft een droogkamer. En dan moet je het laten drogen. Moet je ventileren. En voor de rest moet je er ook niks mee doen. Hè? Oh, tabak is tabak. Die tabak die je nu koopt in de winkel. Van die suikermeuk zit erin. Melange. Dat is wel geinig. Maar gewoon tabak, tabak. Dat is voor alles wat er is. Aan die bladeren moet je mooi drogen. Dan moet al die steeltjes, stokjes, alles moet eruit. Maar dat kunnen de kinderen doen. Mogen ze tabak pulken. Nou, dan zonder stokjes, steeltjes. Maar voor zo'n heel klein zaadje. Dat is wel een enorme plant. Een kilo tabak of zo. Dat zou zomaar kunnen hoor. Tabak is een harde plant. Er zit gif in, hè? Insecten hebben daar gedaan, die kunnen er niks mee. Er zit nicotine in, dat is giftig. Een gif, een toxische plant. Ja, ik heb het over de vermoorde Amerikaanse presidenten. Het lijkt wel of ik afdwaal, maar dat doe ik niet. Maar nicotine is een gif. Maar dat kan je toch doen? Die dwang van de overheid, met die de zwakte van de overheid zit hem in het enorme aantal regels. Een christen houdt zich aan de 10 geboden en de rest, dat zien we wel. Dus de ene, die is dan veganistisch. En die andere christen niet. Ja, dat moet je zelf maar weten. Maar de overheid, die heet de partij regels. Dat zijn er geen 10. Nee. Ze hebben zelfs, vinden wij normaal, hè, dat je studie recht gaat doen. Of rechten. Ja, ik ga rechten studeren. Je weet dat niet, ja. Iedere Nederlander wordt geacht om de Nederlandse wet te begrijpen. Dat lijkt me nogal wiedens, ja. Dat zegt ook iets over die wet, hè. Maar de wet is niet voor iedere Nederlander te begrijpen. Nee. Dan kan je een studie gaan doen. Ja, maar niet zo lang hoor, die studie. Het is maar 4 jaar. Maar tegenwoordig 3 jaar. Want dan ben je meester. In de rechten. Ha, 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 ha. Maar die hoeveelheid aan regels, dat opent ook op het onderste niveau mogelijkheden. Ook daarboven, by the way. Er vindt een oplichterij plaats, jongen. Daar zeg je u tegen. Op het hogere niveau, hè, waar de miljoenen in de rondte vliegen, terwijl wij dubbeltjes uitgeven. Maar hieronder hebben wij ook alle mogelijkheden. Wij kunnen zelf tabak gaan verbouwen.
zou wel werken met meerdere locaties. Dat wel. De ene die heeft dan van die potten waar dan die planten groeien. En aan het einde van het seizoen is het chop chop. En dan een andere plek waar lekker veel ruimte is. Dus je moet iemand hebben met een woning met een balkon op het zuiden. Of een woning op het zuiden. Een tuin op het zuiden. Een tuin met veel zon, dat heb je nodig. En dan groeit die tabak. En dan een ander die dan een droge ruimte heeft. Waar die dingen lekker kunnen bengelen. Dus moet je denken, ah, dat zie je op internet, kan je dat wel vinden. Daar heb je ruimte voor nodig. En een tafel om al die dingen eraf te pulken. Een of andere joker met zo'n scooter. Die dan gewoon die bakkies distribueert. En wat kost dan een kilo tabak? €5. €1000 voor €5. En als je dat goed, dat is de truc, hè? Je moet dat heel goed distribueren. Het moet heel vaag zijn wie nou wat doet. Dat mag vooral niet een organisatie zijn. Dat is de truc. Dus niemand kent niemand. Het is allemaal toevallig. En dan distribueer je, anders misschien vanuit het primaire distributiepunt. Dan gaan er bakken met 10 kilo tabak. Van dat dan weg. Ja, precies. Het primaire distributiepunt is daar waar het gedroogd is. En waar je het droogt, dan kan je het. Dan zou ik het maar gelijk al die stokjes eruit halen. Steeltjes. Hè. Dat lijkt me wel slimst hoor. Dan hou je dus die bladinhoud hou je over. Die moeten in van die grote plastic containers. En die geef je aan iemand mee. Nou, dan moet op een andere plek moet zo'n container omgezet worden in kleine pakjes. Dus het moet verpakt worden. Daar kun je doosjes voor gebruiken. Van die op, ja, er zijn van die kartonnetjes. Nu klak, 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 klak. Net als bij de Chinees. Ja, zo'n box, hè, waar je bij de Chinezen je sambal bijspul in zit. Zoiets. Of iets anders. Nou, die vul je af. Hoppakee, klak, dicht. Nou, daar maak je ook een hele grote stapel van. Ja, die moet uiteindelijk dus kilo's. Moet je van die kleine bakjes stoppen. Want de handelsmaat is dan toch wel. Ja, ik zou het iets meer doen dan. Ja, dan moet je maar kijken. Maak je verschillende dosis. En die moet je distribueren aan distributeurs. En dan kopen mensen die kopen een pakket. Nee, ik wil zoveel doosjes en dat, zoveel doosjes. Ja, dat wordt al lap. Grotere doosjes, kleine doosjes. En die kunnen ze weggeven op verjaardagen. Dus opa is jarig. Hier, opa. Tabak. Kost geen drol. Het kost echt geen drol. Je hebt alleen maar een hele hoop lol. Je lacht je eigen kapot. Ik heb er wel zin in hoor. Ja, mijn balkonia's, ja, die gaan er niet voor. Niet echt je dat. Ik heb ook nog een tijdje. Ik heb een wietplant hier gehad. En die stond dan op het westen. Maar die werd een meter hoog. Die heb ik opgehangen. En helemaal opgerookt. Alles.
Alles opgeruimd. Wel geen stokjes natuurlijk, maar alles opgeruimd. Was wel lekker. Bij dit jaar een beetje klein, hè? Iets groter. Daar heb ik ook naar mezelf de discipline opgelegd om dan s'nachts, voordat ik ga slapen, om dan de plant aan de andere kant te zetten achter het raam, op het oosten. En dan om 1 uur 's middags dan die plant weer op te pakken en dan weer op het westen te zetten. Maar die plant die gaat er zo wiebelde. Dat vind ik helemaal niet leuk. Nee, daar snapt de plant niks van. Dus mijn woning is niet geschikt. Maar een andere woning wel. Ik ga daar een aparte uitzending over houden. Het kweken op balkons. Moeten we doen, hoor. Leuk voor de kinderen. Vooral die vrouwen moeten... De vrouwen moeten dit oppakken. Die mannen die ook... Hé, hey, daar ga ik het over hebben. Ik heb de moordpartijen op Abraham Lincoln en John F. Kennedy, die heb ik nou toch goed besproken. Het gaat over een hele boze macht die zomaar Amerikaanse presidenten vermoordt. En er zijn er nog wel meer vermoord, hoor. Van 6 of zo, zei Jurk Liesman. Dag en de weerde. Hartstikke bedankt voor het luisteren, hoor. Ga ik het zo dadelijk hebben over het kweken van tabak. En dat het een heel goed idee is. Nou, of zijn hamburgers, de stad die zo vrolijk tot vuur is verworden en daarna tot as is teruggekeerd. Dankzij bombarderende Harry, of Harry de bommengooier, of de Harry de katholieke bommengooier. Dan zeg ik op zijn hamburgers, tjus en dag lieverds.